Je mocht vandaag met de aanvoerdersband om je arm lopen, dat heb je al wel eens gedaan, maar nu is hij vast van jou. Is het een eer? Ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is geweldig, tuurlijk. Hoe hoorde je het? Ja, gisteren bij de teambespreking vertelde de trainer het aan iedereen en vroeg of ik dat op me wilde nemen. Dus zei jij? Zeker weten. Wij zien hem als een leider ook, maar ook iemand die echt staat voor Ajax, denk ik. Hij heeft vanaf jongs af aan is hij bij Ajax. En ook gewoon hoe hij zich presenteert in het veld, buiten het veld, denken wij dat hij een waardige opvolger is van Niklas Moisander. Heb je hem er nog wat extra's meegegeven toen je hem zeg maar, de band gaf? Nee, dat hebben we vorig jaar al een beetje besproken toen hij ook al zeg maar, aanvoerder was bij Tijd en Weilen. Dus het gaat erom dat je wel gewoon dat je niet extra dingen gaat forceren of zo. En wees er trots op en doe gewoon je eigen ding, want daarom ben je ook aanvoerder. Ja, ik wist wel dat ik een goede kans hebben was om aanvoerder te worden. En ja, natuurlijk met John erbij weet je ook dat het ook iemand is die dat... Die gewoon de leiding pakt en die dat ook perfect kan zijn, zeg maar. Dus hij wist niet zeker, maar hij wist wel dat ik één van de aanvoerders zou worden, ja. Wat is de rol die daarbij hoort? Wat moet je laten zien met die band? Nou ja, gewoon doorgaan waarmee ik eigenlijk al bezig was. En dat ze steeds meer verantwoordelijkheid nemen, steeds meer de leiding nemen in het team. En voor de rest moet ik natuurlijk gewoon laten zien wat ik kan. En daarbuiten moet ik gewoon mijn verantwoordelijkheid nemen. Was het nog een lastige keuze of was je er heel snel uit? Nee, we hebben het of lastig. Niet lastig. Ik denk dat we 5 namen al heel snel uit waren wie we wilden hebben als leiders van het team. En daar zat hij ook bij. En ja, het was eigenlijk niet zo heel moeilijk voor ons. Klaas, de eerste aanvoerder. Wie zijn de nummers 2 en 3? Johnny Heidega is 2, Joel Veldman 3. En zeg maar, Numanya is 4 en eigenlijk vind ik dat ook in het rijtje Jasper Cillis ook hoort. Maar ik wil nooit een keeper als aanvoerder. Dus. Maar hij hoort er eigenlijk wel bij te zitten. En zij moeten gewoon het voorbeeld geven aan de groep, aan de jonge groep. En ik denk dat zij de kwaliteit en de mentaliteit hebben om deze groep te leiden. Je gaat hem met trots dragen dus? Ja, zeker weten.